En Stichting 8 december 1982 heeft gisteren, 8 december, wederom een bloemenhulde gebracht bij het Nationaal Monument Bastion Veere. Het monument is in 2009 opgericht als blijvende nagedachtenis van de 15 vooraanstaande Surinamers die 37 jaar geleden zijn doodgeschoten tijdens het toenmalig militair regime. Een deel van het monument wordt gevormd door de muur van de herinnering. De muur van het fort waar de kogelinslagen nog te zien zijn. Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982, zegt dat het doel van de moordenaars was om het flikkerend licht van recht, vrijheid en democratie uit te doven. Vandaag, 37 jaar geleden, werden de mediahuizen Radica, ABC in brand gestoken en Dagblad De Vrije Stem en het vakbondsgebouw van de Moederbond door militair geweld opgeblazen. Een aanslag op de vrije meningsuiting, het vakbondswezen en de vrije pers. De moordenaars misten hun doel en dat is bevestigd middels de rechterlijke uitspraak van 29 november jongstleden. Dat de moordenaars niet in stilte het toneel wensen te verlaten is geen verrassing, maar het maakt op ons geen indruk. Het recht heeft gesproken. Ja, na 37 jaar is het oordeel geveld. De stem van 15 zonen van Suriname, de roep voor gerechtigheid, is gehoord. En met deze beantwoording is het resultaat dat de wens en de strijd van deze 15 mannen ten doel had bereikt. Verder zegt Umrao Singh dat de helden van 8 december 1982 hun leven niet voor niets hebben gegeven. Hun offer is volgens Umrao Singh 37 jaar lang de drijvende kracht en inspiratie geweest in de strijd voor gerechtigheid. Het heeft ons ook 37 jaar lang steeds meer doen beseffen hoe belangrijk de rechtsstaat voor ons is. Vandaag, wanneer de moorden van 8 december 1982 geresulteerd hebben in een vonnis, is het passend deze helden de juiste plaats te geven in onze geschiedenis. Hun nalatenschap zal voor altijd een inspiratie voor onze samenleving en alle komende generaties zijn. Het zal ons steeds herinneren om niet te zwijgen wanneer we moeten spreken. Om nimmer de strijd te laten varen. Voor behoud van onze vrijheid. Recht en rechtvaardigheid. Hier staand vandaag beseffen we ook dat we nimmer mogen en kunnen opgeven in deze strijd. Dat was dus voorzitter Sunil Umrao Singh van Stichting 8 december 1982. Hij sprak gisterochtend bij de bloemenhulde bij het Nationaal Monument Bastion Veere ter herdenking van de 15 vooraanstaande Surinamers die 37 jaar geleden zijn doodgeschoten op 8 december.